Hallo iedereen, welkom bij weer deze nieuwe video. Ik ga even mee zien, sorry. Zo, vandaag is het zondag. Het is nu, 8 uur 's avonds. Mijn communie is al gedaan, jammer, ik heb het niet gefilmd. Ik wil mijn nieuwe achternichtje nog eens zien, dus... ik heb heel veel cadeaus gekregen. Ik ga het even snel tonen. Daar is het allemaal. En je ziet het, mijn MacBook is er. Eindelijk, ik heb er heel lang op gewacht. Mijn Apple. Wat heb ik nog gekregen van mijn ouders? Een heel goede koptelefoon. Die ga ik even neerzetten. Ik heb te veel cadeaus, snapte. Dus ja, ik moet eerst echt allemaal plaatsen over dit. Daar kom ik. Mijn MacBook heeft natuurlijk ook heel veel plaatsen. Maar daar heb ik het voor ook. Ik zie nu mijn dingen nu. En wat chipjes aan het nemen. En dat is een Tony Steiner. Oh, pardon. Dat is mijn sacoche. Daarin heb ik mijn lippenstiftje en een parfumtje. Dat kan je kopen bij XL Paris. Dat kan je daar kopen. En natuurlijk heb ik een volledige doos. Ik ga het nu allemaal tonen. Hopelijk heb ik... Ik ga het een beetje mooi stapelen. Dat het een beetje mooi uitziet. Morgen gaan we naar de kermis. Mega wees natuurlijk. Dus. Ik heb er zo 2 van dit. Ik ga een beetje mijn camera zo doen. Jullie zien mijn hoofd niet goed, maar je ziet wel dat. Hè. Dus. Dat is een soort van glitters. Wat doe je? Je pakt de nagellak. Je doet je nagellak erop. 5 minuten laten drogen. Dan nog een keer een laagje doen. En dan zo aan die bolletjes. En dan met het vingertje erop. Zou ik dat vandaag proberen? Als ik nog tijd heb, ik weet het nog niet. Want het is al 8 uur. Waarschijnlijk niet, maar ik ga morgen het wel allemaal uittesten. Nu ga ik het niet allemaal uitleggen, testen. Vind ik veel wat. Ik ga gewoon tonen. Dus dat ga ik morgen doen. Dan, dit was een ding. Dus dat is een lepeltje. Nee. Dan marshmallows. En mijn naam is Sophie. Je kunt het wel niet zo goed zien, maar het is wel tof. Dan heb ik nog dit. Een vlinders van die hartjes en van die mellowcakes. Mellowcakes. Een mega grote pot. En in dit hartje, daar kan je iets inschrijven. En het is ook een spaarpot, dus mega handig. Ik ga even... Oei, mijn camera mee. En een stiftje om erop te tekenen. Ik heb alles echt van Pupa. Ik heb dat allemaal van mijn tante gekregen, deze make-up. Maar de rest van de snoepjes is van mij. Die pot is van een vriendin van mij. Er komen nog 2 dingen met zwarte doosjes. Van mijn ouders. En dan nog allemaal dingen van mijn vriendin. En van mijn tante nog. Van allemaal make-up. En de rest heb ik geld gekregen voor mijn MacBook af te betalen. Die daar nu ligt. Die heb ik al zien. Zo. Deze donkere. Dan heb ik een lichte van Pupa. En dan nog zo een appelblauw zeegroen. Ik heb 2 pennen met mijn naam erop. Ik ga ze er wel nog even in laten. En dit ga ik wel doen, want ik vind dat echt om mij ook een keer. Ik wil dat aanraden. Maar ik heb nog een ander doosje. Maar die is kapot. Die is in de verpakking zo losge. Die is zo. Ze hebben dat zo geschud en zo. En dat is compleet kapot. Maar mijn tante gaat een nieuwe bestellen, dus dat is niet zo erg. Dus. I'm happy.
Zo kan het van pipa. Dit ga ik in het doosje laten en dan leg ik hier, omdat het kapot is, dus ik ga wel laten. Ik ga vandaag een keer vroeg in mijn bed, ik denk om 8:30, het is heel vroeg dat ik in mijn bed ga. Maar ik heb er nog niet geslapen in mijn communie. Ik heb natuurlijk ook een bandje gekregen en nog veel meer. Dit heb ik ook gekregen. Dat is ook van mijn tante, dat allemaal wat op. Dan heb ik nog deze lipgloss. Oh, mega tof. Met glittertjes. Mijn haarrekker, maar ja, dat was gewoon. Dat is nog mijn bloemenkransje. Dat heb ik ook deze steken voor Shelly. Oh, een chipje. En mijn naam, de S natuurlijk. Ik heb er even zitten, dat is ook van papa, dat zijn kwastjes. Wie weet. Dat ene kleintje ga ik er wegdoen, want dat kan ik toen niet meer gebruiken. Ik ga ze samen zien. Dit is een dikke. Dit is meer voor de blush en zo. Ik ga de stiftjes soks een keer uitproberen. Ik ga ze kippen. Dat zag van mij heel tof uit. Ik weet dat niet zo goed wat het is. Ja, zo. Dit is wel een brons. Wow. Dan heb ik zo eentje. Dan heb ik zo een gouden. Oh, dat is echt schoon. Dan heb ik nog een zilveren. Zo. Zo, ik denk dat dat een gommetje is, denk ik, maar... Nee, dat is gewoon een stilo. Ik heb zo ook zo'n gouden stiftje. En dat zijn allemaal... kaartjes en zo, maar dat ga ik niet doen, hè. Dus dat zijn alle... Dus. Ik ga proberen hier te plaatsen. Eerst de pot. Ik ga ervan dat snoep wel proeven. De stiftjes. Dat eentje en dat andertje ga ik nog niet doen. Ik ga pas doen als het vernieuwd is. Mijn dingetjes. Dan de hartjes. En dat is ook een marshmallow. Dat marshmallowtje is al op van mijn ouders. Een hartje. Ik weet niet dat het lekker is. En dat is die.
En de marshmallows heb ik al geproefd. En die chocolade, dat ga ik al tippen. Deze chocolade. Je moet dus je melk opwarmen. Dus je warmt je melk op in een pan. In een pot. In een kookpot. En dan wacht je tot het heel warm is. En dan steek je het daar eigenlijk in. Ik ga naar het. Deze was lekker en nu de marsmen. Dit was goed, maar ik vond het niet zo heel lekker, dus ik ga snel zo'n chipje. Op mijn MacBook ga ik nog eens uitleggen. Ik denk dat ik dat morgen ga doen, of dinsdag, want dan heb ik vrij af. En die make-up ga ik ook nog allemaal een keer uitleggen. Sorry dat daar niet van komt. Maar, als je dit leuk vond, abonneer even. Trek aan het belletje of abonneer je, subscribe. Ik kan het niet voor uitspreken. En like je. En zet eigenlijk onderaan in de reacties wat je voor de volgende video wil. Natuurlijk gaat het eerst van de nagels zijn, maar daarna. Zet zeker in de reacties. Doei!